Thijs, de salade, die loxi, die gaan we maken vandaag. En wat zit er allemaal in? Wasabi-noten gaan er overheen. Hennepzaad heb ik gehaald. Hennepzaad? Hennepzaad, jazeker. Er moet een scherp randje aan zitten. Blijven we wel fris vandaag? We blijven sowieso fris, dat sowieso. Dat kan ik je verzekeren. Ik heb hier gedroogde garnaaltjes gehaald. Dus meer voor de zoutigheid in de salade. Cashewnoten voor de romigheid. Alles goed? De rest is. Twee stuks, lekkere dikke plakken alsjeblieft. Eentje genoeg. Ja, dit zijn hele kleine aubergine'tjes toch? Mini, 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 mini. Ja, dan neem ik deze ook erbij. Eerst gaan we al het snijwerk doen. Dus krijg je een mes van mij. Hartstikke idee. Alsjeblieft. Geen ruzie maken. Geen ruzie maken. Oké, let's begin. Oké, wat moet ik doen? Anders begin je met de tomaten snijden. Dat moet kunnen lukken. Dat moet kunnen lukken, toch? Je hebt maar één plankje. Ik heb maar één plankje. Ja. Dat klinkt dan alsof je niet vaak thuis kookt, toch? Ik kook niet vaak thuis, nee. 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 Hey, en heeft het lang geduurd voordat jij in het koken terecht kwam? Nee, ja, ik ben ervoor geboren. Als klein kind wist ik al dat ik kok wilde worden. Dus echt, ja? Ja. Vanaf de basisschool al, toen ze, weet je... Toen vroegen ze, ja, wat wil je worden? Ja, politieagent. Toen zei ik wilde kok worden. Ja. Dat zei ik toen al, ja. En waar ben je opgegroeid, zeg maar? Nou, ik ben geboren op de Witte de Witstraat. En toen ik anderhalf was of zo, ben ik naar Hellevoetsluis verhuisd. En toen ik 17 was, toen ben ik weer in Rotterdam komen wonen. Hoe kwam dat je terugging naar Rotterdam? Nou ja, ik was nogal een pokkenjong, zullen we maar zeggen. Een pokkenjong? Een pokkenjong. Hoe schrijf u nader? Dat zeggen ze. Ja. Nee joh, ik kon niet zo meer goed met mijn paal schieten. En toen werd ik vriendelijk verzocht om bij mijn tante te gaan wonen. Zeg maar meer gedwongen. Moest ik bij mijn tante gaan wonen, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet wilde. En, nee. Nou ja, toen was ik nog steeds niet zo aardig en zo. En toen, wat deed je dan? In welke zin was je dan... Ik was gewoon een hele vervelende puber. En in plaats van met me te praten of zo, toen hebben ze me maar gewoon de deur uitgezet. Ja. En niet echt meer naar me omgekeken, zullen we maar zeggen. Hij loopt met één been op de stoep en één been in de goot. En als hij dat niet doet, dan is hij dus morgen dood. Het kleine kind moest werken voor zijn brood en verzachtte toen de pijn door het nemen van dood. Dus verstoten door zijn ouders, ja die shit was te erg. Moest gaan wonen bij zijn tante daar in Hillegersberg. Kom je dus als pokkenjong, zoals jij het zelf omschrijft? Ja. Kom je in Hillegersberg terecht? Ja, tussen al die... De Fresh Prince of Bel-Air, zeg ja, maar. Ja, inderdaad. Ja, ik was echt de Fresh Prince of Bel-Air, weet je wel. Ik kwam zo'n schot, die kwam daar tussen al die kakkers. Wat gebeurde er dan bijvoorbeeld? Wat voor situaties kreeg je? Nee, niet, want ik zat altijd al graffiti te tekenen bij mijn nichtje op de kamer. En al die gasten altijd zo. En dan moest ik altijd namen voor iedereen tekenen en zo. En ik was toch anders of zo dan hun. Maar ik kon op zich wel mij goed met die gasten opschieten of zo, weet je wel. Ja. Het is alleen dat ik altijd een beetje bleukjes liep te roken en met de verf in mijn vingers thuis kwam. En dat mijn tante op een gegeven moment was dat zat. Toen zei ze, nou joh, ga jij maar lekker bij je vrienden wonen. Ja. Toen hebben ze mij letterlijk met mijn spullen en al bij de Kralingse Zelm afgezet. En toen moest ik het echt zelf gaan uitzoeken. Ja. Dat is ook wel heftig, dat je gewoon eerst al door je ouders, maar dan later toch ook weer... Nog een keertje, ja. Ja, mijn tante die dacht me even bootcamp te geven, maar ja, dat ging hem ook niet worden. Blijkbaar gaat het zo'n showbiz, meer wil ik niet weten. Alles wat hij maakt is voor mij personeelseten. En zal vast gezellig kunnen kokkerellen. Maar geen vakman, dat kan ik vertellen. Luister goed, ik heb het vaker gezegd. Gemiddeld MC als Frans, heb geen smaak en spek. Nee, ook al heeft hij netjes de tafel gedekt. Kan niet tippen aan de loks, mijn kitchen die is te echt. Voor de kijkers thuis, mini aubergine'tjes. Die zijn heel klein en bitter. En die gaan we even koken. En dan trekt die bitterheid uit de aubergine. En daarna kunnen we ze gewoon koud op die salade gooien. Dus dan zet je hem gewoon op een vuurtje. Aan het pitje. Altijd een klein beetje zout erbij, is altijd goed. Wat ik nu voor ogen heb is mijn eigen snackcar, of in ieder geval gewoon mijn eigen foodstand, zullen we maar zeggen. Met mijn eigen gerechten. Dat is wat ik echt voor ogen heb, voor volgend jaar inderdaad. En dat is mijn lange termijn project. Ja. Hier moet je proeven hoe zoet. Is
is gewoon nu al lekker. Dan hoef je niet te koken, hoef je er niks mee te doen. Gewoon lekker. Wij zijn altijd Michael Jackson. We hebben altijd van die kok gehad. Wat hebben we er nog meer? Jan-Peter Kalslende. Oh ja. En die grap van DJ. Wat is een eend in de koeling, jongens? Eend no sunshine. Ja, ze hebben heel van die jokes. Oké, geknipt. Adrian Young. You shot me in the heart. For risk. Voor mijn vriend, want die heeft liefdesverdriet. Hij zegt, maak een beat voor me. En dan komt dit eruit. Thaise dressing Diloxi maken. Dan hebben we hier de korianderstelen, de limoenblad zit er nog doorheen, de laos, gember zei ik al. En dan gaan we nu die pittige saus een beetje erbij doen. Niet te veel, zo. Zo, dat is fucking pittig. Zo! En dan de chili saus. En dan heb ik hier nog vissaus. En een beetje olijfolie. Dan doe ik er ook nog een beetje gewoon wijnazijn bij. Dus het zuur ook nog. Dan gaan we het mengen. Nou, dit is gewoon die dressing. Funk Locks. Maar weet je waar dat dan vandaan kwam? Dat je zo rebels was eigenlijk lange tijd? Ja, ik weet het niet. Ja. Dus toen laatst heb ik nog heel psychologisch onderzoek gehad. Er kwam nog naar voren dat ik een aandachtstekortstoornis heb. Ja, vind je het gek? En dat is waarschijnlijk een beetje daardoor gekomen inderdaad. Ja, en dat ik altijd maar door iedereen aardig gevonden wilde worden. En weet je wel, en iedereen vriendjes wilde zijn of zo, weet ik veel. En ook dat gravity gebeuren, daar kwam ik laatst dat ik met Risk had ik daarover. Dat is een van mijn beste vrienden. Zijn moeder was ook op jonge leeftijd er nooit meer. Ze is alleen maar schreeuw om aandacht geweest, weet je. Al die graffiti is gewoon bijna een soort van schreeuw om aandacht geweest, weet je. En de gekke, rare dingen, de meest bizarre dingen doen, weet je wel. Zelfs maar alleen maar, nou ja, die graffiti zien, metrotunnels, treinen, al die gekke, al die rare gekke spots doen. Alleen maar om gezien te worden van zo, die boy is gek, hij staat daar, hij heeft de meeste namen, dit, dat. Zo gaat het in die graffiti zien. En een soort van respect wat je dan wel opbouwt en een gerenommeerde naam, weet je wel. En, maar dat heeft er toch wel enigszins wel mee te maken. En daarnaast had je jezelf ook nog verdoofd met alle drank en drugs, wat dan nog eens na door al die jaren uit de fucking hand loopt, weet je wel. Tonijn gaan we grillen, gewoon in het grillpannetje. Hopla. Vind je het niet saai, het leven dan nu ineens helemaal als gezond man? Nee. Soms wel, maar soms ook niet. Maar ja, ik doe gewoon andere dingen. Ik ben nu alleen maar bezig met dingen aan het maken. Weet je, muziek aan het maken, schilderen, veel werken. En natuurlijk mijn grote plan, weet je wel. Dat is gewoon mijn dat bedrijfje opzetten, weet je. Ja. Ik weet, als ik nu gewoon weer aan de gaspipe ga, dan gaat het er niet van komen. Nee. Nothing's gonna change his way. Eet smakelijk, man. Jammer de prammy. Oh, echt lekker. Heerlijk. Heb je al verkering?